Ja, zei Bukatti, gefeliciteerd met de overwinning van Zwolle hier bij Excelsior. Met één ding zijn wij als Rijnmond zijnde blij dat jij en Stam in ieder geval weten hoe het is om in Rotterdam te winnen. Ja, absoluut. Ja. Het was een mooie pot vandaag. Eerste helft goed gespeeld, veel kansen gecreëerd. Helaas niet gelijk beloond. En tweede helft speel je wel wat minder, maar die kansen gaan er wel in. En dat is mooi, belangrijke 3 punten voor ons. Jaap Stam kent iedereen, wordt volgend jaar trainer bij Feyenoord. Zei Bakatti kent niet iedereen in Rotterdam. Ja, voetballiefhebbers die weten dat je bij Heerenveen hebt gezeten bij Go Ahead Eagles. Kan je zelf even kort zeggen, wat haalt Feyenoord als assistent in huis? Ja, ik ben de rechterhand van Jaap en uiteindelijk de andere assistenten die blijven. En ik ben een trainer die veel analyseert tegenstander en veel training geeft ook op trainingen. Dus prima. Kijk je ernaar uit te mogen werken in dat mooie stadion bij die mooie club? Ja, absoluut. Ja, ja. Dat ik Feyenoord wel een van de top 3 in Nederland. En natuurlijk ben je blij en ben je trots dat je naar zo'n grote club kan gaan. En uiteindelijk wordt het volgend jaar ook gewoon presteren voor ons. Maar we hebben eerst nog met Pek Zwolle een boeg te slaan met onze jongens en daar doen we alles aan. Was het gelijk ja toen Jaap Stam tegen jou zei, hey, ga je mee? Ja, absoluut, ja. Ja, op dit moment, die competitie is nog bezig. Jullie zijn ongetwijfeld met Zwolle bezig, maar op dit moment is het nog maar de vraag of Feyenoord derde of vierde gaat worden. Hè, en of ze nog wel Europees gaan halen. Kijk je toch al met een schuin oog richting Feyenoord? Ja, als Feyenoord op tv is, natuurlijk kijk je wel. Ja. Ja, en uiteindelijk, als ik niks te doen thuis heb en ik hoef geen andere wedstrijd te analyseren, dan kijk ik wel Feyenoord. De laatste wedstrijd heb ik gezien. En, Ja. Het wordt wel een moeilijke klus, hè? Nu er Van Persie de beste speler gaat stoppen. Er zal ongetwijfeld nog wel meer gaan gebeuren. Het wordt een moeilijke klus, maar wel een mooie uitdaging. Ja, tuurlijk. Je moet altijd tegenaan, je moet altijd geloven en dat is het belangrijkste. En dan zijn we met z'n tweeën en welke selectie we volgend jaar ook hebben. En je wilt alles eruit halen uit die selectie en dan zien we wel waar we eindigen. En wat wel mooi is, is dat jij nog niet zo heel lang geleden gestopt bent met voetbal. Dus nog de kleedkamertaal heel erg spreekt. Dat is denk ik ook wel een goede combinatie. Ja, absoluut. Ja, ik ken ook nog jongen, Erik Botteguina, die heeft daar gespeeld. Daar heb ik ook zelf met hem samen mee gespeeld. Dus dat is wel mooi. Maar uiteindelijk ben je nu wel een trainer en moet je goede trainingen geven en goed tegenstanders analyseren. En uiteindelijk goede feedback geven met elkaar om uiteindelijk Feyenoord op kaart te zetten weer bovenin. Ja, voor wat voor voetbal ben je? Ja, actief voetbal met veel kansen creëren. Maar eerst met Zwolle erin blijven, dat helpt wel, hè? Dat jullie vandaag hier bij Excelsior winnen, wat meer lucht. Want ja, jullie willen er absoluut natuurlijk niet aan denken straks naar Rotterdam te gaan en Zwolle in de problemen te hebben en eventueel de play-offs in te moeten. Nee, we zijn hier bij Zwolle gekomen om uiteindelijk wat te presteren met hun en uiteindelijk kregen we die job. En daar gingen we vol voor en uiteindelijk wil je het goed afsluiten. En omdat je ook mensen kent in de club en de spelers ken je goed, uiteindelijk bouw je ook een band op. En wil je uiteindelijk goed afsluiten richting volgend jaar voor hun dan. Laatste vraag. Natuurlijk weet je nog niet hoe selectie eruit gaat zien. Maar jij lijkt me iemand, en volgens mij Stam helemaal, jullie komen niet voor spek en bonen. Als jullie komen, willen jullie wel echt gaan presteren met Feyenoord. Denk je dat het mogelijk is Feyenoord weer op de kaart te zetten? Ja, tuurlijk. Daar geloven we in. Ja, daarvoor hebben we het ook gedaan. En uiteindelijk hebben we een goede gesprek gehad. En uiteindelijk wil je dat bereiken. En welke selectie je ook hebt, uiteindelijk moet je van je eigen kunnen uitgaan. En met de selectie die je dan krijgt en hebt, daar moet je dan mee presteren. Ga je ook de helikopter in straks? Als hij komt wel, ja.